Nou, welkom bij het magazijn van Sportsecure hier in Sliedrecht bij Veneta Keukens. Hier is het magazijn waar alle spullen geleverd zijn geworden. De houtjes, het loppenschuim en de koffer zelf. Hier hebben we wat middagen vertoefd om 100 koffers in elkaar te zetten. Wat hebben we gedaan? De houtjes geverfd, de houtjes in de koffers plaatsen. De loppenschuim uitsnijden vanuit grote plakken en met kit in de koffers pakken. En hier hebben wij heel wat middagen vertoefd om zo'n mooi product als de safety case van Sportsecure uiteindelijk te realiseren. Sportsecure wilde graag een steentje bijdragen aan de maatschappij. Daarop heeft de ondernemer besloten om maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen. Door nauw contact met Feyenoord voetballer Theo Lucius heeft Sportsecure besloten om per verkochte koffer 1 euro te doneren aan zijn stichting De Vossenkuil. Stichting De Vossenkuil zet zich in voor zieke kinderen in Nederland. Zo jongens, wedstrijdje tegen VV Sliedrecht. Stefan Klee. Mag niet denken, vandaag. Waar sta ik? Midden, 7 nummer 10. Spullen zijn gebouwd en koffie jongens. Wat voor spullen? Handig hè, zo'n wagen was. Dat is beter voor ons. Zeker, klopt. Tasje, alsjeblieft. Dames en heren, mag ik u applaus voor Sportsecure? Zet hem op, Kooi. Kom op, Kooi. Kom op, nou. Kooi, maak de veldhuis breed. Sportsecure bedankt alle aandeelhouders en betrokkenen bij onze onderneming. We hebben er veel van geleerd en altijd met heel veel plezier aan gewerkt. Dankjewel.